Dit Duitse hoofdkwartier was gevestigd in Café Hotel Slomp. Dat de SAS deze aanval heeft uitgevoerd, ondanks haar numerieke minderheid, ligt aan het feit dat deze troepen niet terugdeinsden voor een overmacht. Hun logo Who Dares Wins verklaart hier alles. Door hun ervaringen in Frankrijk tijdens de zomer van 1944, waar veelvuldig in kleine eenheden werd geopereerd achter de linies, waren SAS-soldaten veelal gehard en ervaren. De kwaliteit van de Duitse troepen begin 1945 was tevens niet hoogdravend, mede door gebrek aan bevoorrading. Door het voortdurende geallieerde luchtoverwicht was de situatie in de Heimat zorgwekkend en de wil om te vechten was bijna verdwenen. En met de Russen vlak voor Berlijn wilden de meeste Duitse soldaten niks anders dan overleven. Ondanks dat zich geen zware fronttroepen in Westerbork bevinden, zijn de Duitsers nog nadrukkelijk aanwezig op 8 april 1945. De meeste van hun behoren tot de administratieve troepen, militaire politie of vlakbatterijen van de Luftwaffe. Tevens was door het verzet gemeld dat genoemde generaal Böttger op het punt stond zich terug te trekken. En de SAS-mannen wilden zich een dergelijk doel niet laten ontgaan. Wat u nu ziet is toch een alledaags tafereel in die tijd. Het leven ging natuurlijk gewoon door. En ondertussen ziet u daar Milou, die toch een klein beetje aan het flirten is met de Duitsers. Het was uiteindelijk wel een onschuldige benadering, maar vaak ging het in die tijd heel anders. Er waren ook dames die zich opdrongen richting de Duitse soldaten om zo zichzelf privileges te verschaffen. Wat u daar ziet is een uiteindelijk alledaagse controle. Want Albertje en Tessa, die hebben wat pamfletten die ze daar uit gaan delen aan de bevolking. En Duitsers gaan natuurlijk op dat moment controleren. Te kijken wat zich daar in die kinderwagen bevindt. Wat vaak gebeurde in die tijd, wat Albert en Tessa dus nu ook laten zien, is dat ze probeerden om mensen over te halen om zich aan te sluiten bij het verzet. Maar helaas waren veel mensen daar bang voor. Wat uiteindelijk ook niet zo vreemd was. Het was, per slot voor rekening, oorlogstijd. En daar lopen Menna, Ilse, Mark en Irene. En Menna heeft, zoals u ziet, een koffer bij zich. Op een gegeven moment straks zal de inhoud van de koffer ook gecontroleerd worden.
En wat u daar vervolgens dus ook zult gaan zien, is dat Menna wat brood heeft gestolen bij de plaatselijke bakker. En ze probeert natuurlijk door die controle te komen. Maar de Duitsers vinden vervolgens de broden. Een brood wat in die tijd toch ja, een waardevol product was. En u ziet ook dat de broden in beslag zijn genomen en die worden vervolgens naar binnen gebracht. Ook Duitsers hadden het in die tijd niet erg breed. De bevoorrading was inderdaad slecht. En zo'n kans die lieten ze zich niet voorbij gaan. Inmiddels ziet u daar Marianne met een emmer. Zij is door de Duitsers aangesteld om een en ander daar schoon te maken in hun hoofdkwartier. En ook op een zondag moest dat gewoon doorgaan. Inmiddels komt Fritz aangefietst. En dat nog wel op een fiets met gewone luchtbanden, wat in die tijd ook best wel bijzonder was. Fritz is uiteindelijk een NSB'er. En wat Fritz daar vervolgens gaat doen, is een onderduiker aangeven.
En u zag het in die tijd ook dat de verraders werden beloond voor hun daden. Werd aangegeven inderdaad van een onderduiker, daar stond toch weer een bonus op in die tijd. En ja, Frits denkt, dat is weer mooi meegenomen. Frits heeft zijn 10 gulden verdiend. In de bus, zeggen. En vervolgens zult u ook zien dat de Duitsers dit signaal meteen op gaan pakken. In het vroege voorjaar van 1945 regende het ook wel eens een klein beetje. Gelukkig duurde dat nooit zo lang. U ziet daar 2000 militairen, motor met zijspan, die de aanwijzingen van Frits hebben opgevolgd en vervolgens op zoek gaan naar de onderduiker. En dit klusje is ook door de Duitsers weer vrij snel geklaard. En de onderduiker wordt inderdaad opgepakt, gearresteerd en afgevoerd. Terwijl Milou dat mooi op een afstandje gadeslaat, flirt zij nog steeds met de Duitsers. Inmiddels ziet u daar Albert en Ronnie die met een wagen proberen om Milou en om de Duitse soldaten heen te lopen. Maar toch inderdaad worden ze opgemerkt en aangehouden. Ronnie die sputtert nog wel een klein beetje tegen. Maar Albert die zegt van nou doe maar rustig aan jongen. Want wat ze daar namelijk doen is een aantal zakken met stro erin. Maar daaronder zitten een aantal aardappelen. En Duitsers waren natuurlijk in de tijd ook wel gevoelig voor enige vorm van omkoping.
En ook in die tijd werd er gewoon onderhandeld over dit soort zaken. En nu was Albert zo slim om een paar eieren in zijn zak te steken. En daar waren de Duitsers op zich dan wel content mee. Zodat inderdaad de boete en de aardappelen achter, of de boete achterwege kon blijven en de aardappelen die konden gewoon worden meegenomen. En dit waren in die dagen gewoon de normale taferelen zoals het uiteindelijk iedere dag wel ging. Het was per slot van rekening oorlog, maar het normale dagelijkse leven ging ook door. Maar ja, de Duitsers waren natuurlijk wel een klein beetje op hun hoede, want die hadden ook gehoord dat de geallieerden toch redelijk dicht in de buurt waren. Ze waren uiteindelijk al de grens van Overijssel en Drenthe zo'n beetje gepasseerd bij Ommen. Maar niet iedere Duitser was op de hoogte dat er ook een aantal parachutisten waren gedropt. En een paar minuten voor de aanval lopen de Duitsers rustig heen en weer. Enkele gewoon zonder wapens. Want ja, het is zondag. Men verwacht ook niet echt een aanval. De generaal die had bezoek van enkele andere officieren. En die staan zo dadelijk ook op het punt van vertrekken. De Duitsers wandelen gewoon een klein beetje rond. Controleren de omgeving wat. En ondertussen naderen de Fransen. Thank you.
Wat u zag was dat bij de eerste aanval de eerste Duitsers inderdaad neergingen.
Onder andere generaal Butger daar ook. Hij ligt daar ook nog. En hij wordt daarbij voor dood achtergelaten. Vervolgens zag u inderdaad dat ook de tweede groep Duitsers van achter de oostkant van Slomp de aanval hielpen afslaan. En de SAS hebben teruggedrongen richting de Kerkhoflaan. Naar beide kanten ontstaan hierbij veel verliezen. De SAS trekt zich terug en verdwijnt uit beeld. Hotel Slomp in rook en vernieling achterlatend. En enkele gesneuvelde SAS-mannen die blijven achter. Na de paniek van de aanval beginnen de Duitsers de gewonden te verzorgen en de schade op te nemen. Onder andere de sanitäter Guus Becker wordt daarbij ingeschakeld, maar ook de plaatselijke dokter Mulder wordt daarvoor ingezet. De gewonden die worden verbonden en geëvacueerd in de stafwagen. Ook generaal Butger die wordt verbonden en op transport gesteld, want hij heeft de aanval overleefd. Vervolgens gaan de Duitsers op zoek naar burgers die op verdenking van hulp aan de Fransen worden gearresteerd. Die worden over het algemeen dan gevangen gezet in het gemeentehuis. De gesneuvelde SAS-mannen die worden onderzocht door de Duitsers, maar blijven gewoon liggen. Ondertussen zijn er een aantal burgers geschatterd die de Duitsers moeten helpen om hun gewonde en dode militairen mee helpen af te voeren. En de resterende Duitsers beginnen het hoofdkwartier zo dadelijk te ontruimen, terwijl ze uiteindelijk ook nog gaan kijken of de vijand echt verdrongen is. Thank you.
Duitsers hebben hun plicht gedaan en de Duitsers geholpen voor zover het kon. En nadat een en ander is opgeruimd, wordt alles opgeladen in auto's en op fietsen. Papieren die voor zover van belang zijn, worden verbrand, want dat mag niet in handen komen van de vijand. Inmiddels is ook de onderduiker vrijgelaten en wordt meegenomen door de aanwezige burgers. En terwijl de Duitsers proberen hun materieel veilig te stellen, wat niet in alle gevallen lukt, en nog steeds de laatste stukken worden verbrand. Ziet u toch dat de burgers die proberen te vluchten nog worden ingezet om de Duitsers te helpen. En inderdaad ook een auto aanduwen, horen daar gewoon bij. Is wel lekker. En vervolgens zullen ook de laatste aanwezige Duitsers de aftocht gaan blazen. De Belgische, Sas en Poolse soldaten die rukken heel langzaam op vanaf de Kerkhoflaan. Ze zijn natuurlijk nog niet zeker of de vijand inderdaad verslagen is
wat er vervolgens ook nog over is en wat er eventueel gevlucht is. Inmiddels heeft Van der Veer en zijn vriend Marjolein Stoel aansluiting gezocht bij de bevrijders in de voertuigen. Hij is uiteindelijk ook de man die de Fransen hier naartoe geleid heeft. Hun heeft opgevangen. En ook burgers zijn toch redelijk in vertwijfeling van, ja, wat is nu precies aan de hand? Duitsers gaan er vandoor. Komen de bevrijders nu eindelijk? En u ziet ook dat de geallieerden nog steeds op hun hoede zijn, niet exact wetende wat hun nog staat te wachten. Of inderdaad de Duitsers het pand hebben verlaten. En daar met de Nederlandse driekleur die eindelijk weer mag wapperen, ziet u ook de verzetsman Wim van der Veer. Zijn bevrijd en de Nederlandse driekleur hangt weer op het gebouw. Westerbork is bevrijd.